zijn hier op de Vierdaagse Camping. De plek die je niet kunt reserveren, maar waar mensen dus gewoon al een week van tevoren in de rij staan om hier een mooie plek te bemachtigen. Onder de bomen en met name met elkaar, want iedereen komt hier gewoon elk jaar weer terug om 's avonds lekker met de beentjes omhoog te zitten, een krantje te lezen, toch? Gaat het nog? Ben je nou echt gewoon na dat lopen van 55 kilometer hier aardappels aan het schillen? Ik heb een vrouw. Ik ben onderdanig bij mijn vrouw. En die zei gewoon aardappels schillen. I'm thinking about it. Hoe lekker is het om nu op je termen holiday slippers hier rond te lopen? Niet leuk. Oh, toch een blaadje hier en daar. Nou, even kijken wat ze bij de overkant eten. Want jullie kennen elkaar allemaal. Jullie komen uit hetzelfde dorp. Allemaal vanaf Goeree Overflakke. Allemaal met Lawrence, kom mooi. Er is een beetje strijd. Maar het is allemaal Zeeland, Geintje, Zuid-Holland natuurlijk. Ik zeg toch Geintje, het is Oerig, Goeree, Overflakke, dat is Zuid-Holland. Wat eten jullie? Oh, een heerlijke Oosterse... Oosterse kip met thuis, weet ik het wat. Ja, zoiets, uit een pot. Ja, uit een pot. Wacht, ik moet een beetje stil zijn, er ligt hier echt nog iemand. Heeft hij het zwaar gehad? Nee, alleen de laatste kilometers oververhit. Ja, jullie zitten aan de toosjes, olijf. Ondertussen. Ziet, sommige caravans zijn al dicht gewoon. Ja, mensen gaan toch vroeg op stok om morgenochtend hier om 2 uur weer op te staan. Als je om 4 uur aan de start moet verschijnen. Nog een 3 kwartier fietsen, even warm lopen. Dus zo vroeg gaat de wekker. Dus wij nemen afscheid hier. Welterusten. NPO Radio 2.